Ik ben Margreet van Elderen, eigenaar hier van Frigo Nieuw-Vennep. Nou, wij werken voor internationale bedrijven die echt duizenden pallets hebben staan. Maar ook voor de kleinere bedrijven uit de omgeving, familiebedrijven. Maar bedrijven die een kleinschaligere opslagcapaciteit nodig hebben. Vriezen is niet zomaar vriezen. Wij hebben heel veel verschillende klanten met heel veel verschillende producten. En elke klant, maar ook elk product, vraagt soms specifieke kennis. Zo slaan wij veel vis op. Voor behoud van kleur, maar ook voor behoud van de kwaliteit van het product, is het van belang dat in hele korte tijd diep gevroren wordt. Hollandse Nieuwe, dat komt altijd in mei binnen, mei, juni. En dat komt hier vers binnen vanuit Noorwegen, Denemarken. En dat gaat hier de vriestunnels in. En daar blijven ze 24 tot 36 uur staan om ze echt diep gevroren te krijgen.